Toen Jonas mij voor de zomer belde of ik bereid was om hier iets te vertellen over de geschiedenis van de jazzdrums, toen zei ik natuurlijk meteen ja. Twee periodes die eigenlijk het dichtst bij mij staan en waar ik eigenlijk zelf uit voortkom en wat ik zelf ook speel. En dat is de bebop en de hardbop. Jaren 20, begin jaren 30 kreeg ik natuurlijk de swingperiode. En dat was je papa Joe Jones. En die speelde in de band van Count Basie. En die dacht van ja, dat op die snare drum. Ja, die noemde dit ook Digging Coal. Hij zei, ik ga digging coal, no way. Ik ga wat anders verzinnen. En ik dacht, als ik nou constant op dat cymbal blijf, time spelen, hier, dan bevrijd ik ook eigenlijk, hoef ik ook niet steeds naar die hi-hat. Ik kan daar blijven. Ik kan met mijn linkerhand veel meer accenten spelen. De bass drum, die eigenlijk vroeger alleen maar zo liep, die werd heel zacht. Dat werd eigenlijk, heette dat feather. Dus met de klopper, een klein beetje tegen het vel aan. Dat je hem eigenlijk helemaal maar voelt, dat hij het hoort. Ik geloof dat het ook het eerste boek geschreven werd door Jim Chapin. En dat paste perfect ook bij die muziek van Charlie Parker. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. En er was veel meer vrijheid. En hij kon veel meer inspelen op de lijnen die die blazers weer speelden. Pianist, dus meer interactie eigenlijk. En dat ging eigenlijk zo. Kipnoot die er tussenin zit, die lag eigenlijk heel dicht bij die kwartnoot. Het was ietsje korter dan dat. En dat gaf ontzettend drive. Max Roach die borduurde daar voort. Ik zal even iets spelen wat een beetje Max Roach-achtig is. En dat is in zijn solo's. Hij was heel erg beïnvloed door Pixie Catlett. En hij had ook een stukje geschreven voor Pixie Catlett. Maar die licks die daarin zaten, eigenlijk die melodische frases om het zo te zeggen, kwamen ook altijd in zijn solo's op een of andere manier terug. En vooral deze.
gaan doen naar Roy Haynes. Roy Haynes is een iets drummer apart, vind ik zelf. Hij was ook een van de, op jonge leeftijd al, speelde hij al de vaste, werd hij na Max Roach eigenlijk de vaste drummer van Charlie Parker. En wat Roy Haynes, beïnvloed door Kenny Clark eigenlijk, wat Roy Haynes heeft eigenlijk toegevoegd aan het drumspel, dat was eigenlijk dat hij het ritme al opbrak. Dus Broken Rhythms speelde hij eigenlijk al. Hij speelde niet constant jingeding, jingeding, jingeding. Maar hij bracht heel veel variaties aan. En zijn hi-hat liet hij ook soms gewoon los. Hij speelde niet constant met zijn hi-hat op de 2 en de 4. Dus het ritme werd al steeds vrijer. Alleen ontzettende swing en de puls, dat ging gewoon door. Ook al speelde hij sommige dingen niet, je voelde gewoon dat het doorging. En eigenlijk een grondlegger, Roy Haynes is eigenlijk een grondlegger voor het slagwerk spelen, het hele moderne slagwerk spelen, het jazz slagwerk spelen van nu. Een beetje Roy Haynes. Kijk, als je time speelt. Roy Haynes, hè, dit. Davis' favoriete drummers. En toen hij bij Miles zat, toen met John Coltrane ook, dat beroemde quintet, toen vond alle recensenten zeiden van hij speelt veel te hard, die drummer speelt veel te hard, kan je geen andere drummer nemen. Toen zei Miles, zegt, al komt hij met zijn onderbroek en met één arm de bühne op, hij geeft mij het vuur wat ik nodig heb. Klaar. En Philly is altijd zo gebleven als drummer. Hij wist het vuurtje op te stoken. En had altijd problemen wel in zijn leven met allerlei middelen, helaas. En daardoor kon hij nooit altijd de zaak zeggen. Echt heel scherp. Maar het werd één sound eigenlijk. En vooral de feeling voor die triolen die Elvin heeft ontwikkeld. En dat was de fluency. Dat was heel bijzonder. En wat hij allemaal deed met zijn ledematen. En alles bleef gewoon perfect in time, in balans. Het is echt ongelooflijk. Elvin is van een heel groot belang geweest voor de ontwikkeling van het slagwerk naar nu. Ik zou een klein beetje trachten iets na te doen van hem. Op die manier. Denk al. Tony Williams.
die eigenlijk op zijn negende al studeerde, was geboren in Boston. Een leerling van Alan Dawson, beroemde drumleraar uit Boston van Berklee's Berklee School. Hij studeerde ook zo'n 10 uur per dag ongeveer. Hij heeft alle drummers bestudeerd. Als jong ventje, alle drummers bestudeerd, kon ze allemaal exact naspelen. Van Kenny naar Kenny Clark, Blake, alles wat ik heb opgenomen. Hij kon ze allemaal naspelen, ze allemaal bestudeerd. En heeft daar zijn eigen stijl uit ontwikkeld. Out of the blue ineens was daar Tony Williams. En hij brak de time ook op. Ritme was ook totaal nieuw. Ik denk, hé, wat krijg je dat nou? Wat is dat voor een drummer? En we hoorden wel dat het verschrikkelijk swingde. Maar we begrepen er allemaal nog niks van. En toen hij met Miles Davis Quintet de eerste platen maakte, hij was toen 17 jaar. Hij begon met Jackie McLean. En toen Miles hem hoorde bij Jackie McLean, toen ging die fusion kant op, heeft hij ook helemaal de trend gezet van hi-hat in vieren. Helaas, het einde deze middag. Het was Tony Williams. En we hebben 7 drummers belicht. En wou ik zeggen, Jonas, enorm bedanken dat hij mij heeft uitgenodigd om hier te zijn. Ik vond het ontzettend leuk om hier voor u dit allemaal te laten zien. Ik hoop dat u er iets van heeft meegekregen. En ik hoop, wie weet, dat ik nog een keertje terugkom. Maar dank u wel voor uw aandacht. En tot ziens. Hij heeft een tijd geleden met Dave Liebman een boek gemaakt. In dat boek bespreekt hij allemaal ervaringen die hij heeft meegemaakt on the road en met al die mensen die hij heeft gespeeld. Een aantal anekdotes hebben we al gehoord. Maak een prijs natuurlijk. Ik weet niet precies wat het kost, maar ik heb het boek gelezen en ik vond het echt gek. Dank u wel.